geheimzinnige app gaat door Zeppeland. Als een zapper deze opent, gaat via de vinger al het DNA uit het lichaam naar een andere wereld. In deze tweede dimensie zit de zapper vast. In de echte wereld wordt hij of zij overgenomen door een digitale kopie. En die slaat helemaal door. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, oom. Oh, ik wel, man. Kickboxles, dat is toch cool? Ja, maar weet je wat het ook is? Ik ben toch bang om je fysiek pijn te doen. Nou, daar ben ik echt helemaal niet bang voor. Nee. En trouwens, als ex-topsporter weet ik dat je op alles voorbereid moet zijn. En voor de battle kickboksen van morgen is het best wel handig als we al wat dingetjes weten. Maar oom, ja. We kunnen er gewoon online een cursus volgen. Ron, we krijgen hoogstpersoonlijk les van drievoudig wereldkampioen K1, Remy Bonjasky. Dat wil ik echt niet missen. Kom. Ja, ik ben er al. Jij kan je daar omkleden? Oh, gezellig. Ga ik deze kamer? Ach, niet zo down. Ik ga hier. Nou, succes. Tot zo. Oh. Kan je niet uitkijken, mannetje? Remy halen. Ja. Ik kan het zelf wel af. Hé, je weet dat het een buiten de ring om niet gevochten wordt. Laat hem los. Nou, hij mazzel. Want ik wou hem een rechtse geven, zeg. Hé, ik zou geen geintje aanhalen met Leo. Oh. Ja? Niet doen. Nee, dat kan ik niet zitten. Nou, grappen maken. Snel omkleden. Ja. Tot zo. Tot zo. Volgens mij moet het hier ergens zijn. Wow. Nou, de baas neemt ook geen halve maatregelen. Wow. Is dit allemaal voor ons gehuurd? Wat moeten we met al die ruimte? 100 man personeel inhuren of zo? Ik weet het niet, maar laten we kijken waar dit allemaal voor is. Wow, met deze computer kunnen we heel veel data checken en zo. Bijvoorbeeld al het telefoonverkeer van onze collega's en hun internetgegevens. Ja, en met deze staan we in direct contact met onze beroepsslimmerik Diederik Jekel. En dan kunnen we hem vragen stellen wanneer we maar willen. Diederik, hoor je ons? Hey, hallo, Marius, Jasper. Hey, zullen we maar meteen gaan beginnen? Hey, jongens, Het boksen. Ja. Mensen denken dat boksen maar hard slaan is, maar dat is het niet. Het is vooral een mentale kwestie. Het is vooral in jezelf geloven. Gewoon denken dat je de sterkste bent. De sterkste van de wereld. Dus geloof in jezelf. Ja, oké. Nou, dankjewel voor deze informatie. Ja. Mooi, we weten dat ook weer. Geen meer. Hallo. We gaan nog wel even lekker boksen met elkaar. Nee, jullie gaan zeker boksen met elkaar. Au. Maar eerst even warm lopen, 3 rondjes om het gebouw. Hier heb ik dus helemaal geen zin in. Rondje lopen. Kom op. Niet zeuren, dat hoort erbij. Rustig aan. Oh. Jongens, kom op. Zo schiet het niet echt op, hè. Weet je wat? Begin anders bij die 3 zeppers waarbij het fout ging. Saber, Joe en Bart. Wat weten we nou eigenlijk van ze? Dat ze waarschijnlijk niet de echte Saber, Joe en Bart waren. Maar wat hebben ze gemeen met elkaar? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, volgens zijn collega's kende Saber echt geen grenzen met zijn grappen. Ja, en dat geldt ook voor Joe. Zijn collega's herkennen hem niet eens meer terug. Ja, en Bart was ook in één klap veranderd. Ja, kortom, er gebeurde iets bij alle 3 waardoor ze plotseling veranderden. We moeten eerst erachter zien te komen wat dat is. Nou ja, met deze computers kunnen we kijken naar hun telefoondata. Misschien hebben ze nog met elkaar gebeld, bijvoorbeeld. Nou, beginnen we daarmee. Ja. Ze hebben elkaar niet gebeld of op een andere manier contact gehad. En als ik kijk naar de appjes die ze hebben binnengekregen, dan is de laatste die Saber kreeg die van de Zep-update. Hey, Joe heeft die ook als laatste gehad. Hè? En Bart ook. Dat is geen toeval meer. Nee, dit is wel heel vreemd. En ook raar, want ik heb er nog geen één gehad.
Nee, ik ook niet. Diederik, heb jij al een ZAP-update gekregen? Nee, nog niet. Hoezo? Nou, Saber, Joe en Bart hebben alle drie als laatste de app van de ZAP-update geopend. Misschien staat daar iets in. Ik stuur hem even naar jouw telefoon door. Open het. Ik ben wel benieuwd. Dat ging toch via je vingerafdruk? Ja, nee, dat mag ik niet doen. Wat? Niet doen. Gefeliciteerd, hè. Kijk eens wat ik daar heb. Een taart. Hé, de zip op dit. Oh, wacht even. Ron, je bent sterk. De sterkste persoon op de wereld. Heel sterk. Nou kijk, al die drie die personen die veranderen kennelijk nadat ze hun vinger op die kantje hebben gelegd. Dus misschien is er iets mis met die app. Het ligt aan die vingerafdruk, denk je? We moeten inderdaad niets uitsluiten. Dat is slim bedacht, man. Je bent sterk, Ron. Heel sterk. Zo. Geen remedie om je te komen helpen. Is het alles? En nog een keer. Goed zo. Kom op, kom op. Ja. Blijf stoten, kom op. Je bent sterk, gewoon. Blijf stoten. Keurig, keurig. Heel sterk. Zo. Hé, hé. Jij deed lang over dat derde rondje. Ik ben alvast begonnen. Hé, hey, kom maar lekker even de ring in. We gaan lekker even boksen. Sterk. Ik ben er helemaal klaar voor. Nee, je bent er helemaal niet klaar voor. We gaan eerst even alles uit je zak halen. Even je telefoon eruit. Oké, Ron, geef maar een goede stoot. Rechtse? Ja, rechtse. Wat doe jij nou? Zou mijn links ook zo goed zijn? Dat durf je niet. Jongens, het is weer raak. Ron Boshart heeft Naomi knock-out geslagen. Dit is weer zo'n onverklaarbare actie gericht tegen Zep. Kan niet anders. Er is een koerier onderweg naar jullie met Ron's telefoon. Ga het uitzoeken. Ik ga nu naar het ziekenhuis om Naomi op te zoeken. Het gaat goed met haar, maar ze wil nooit meer met Ron samenwerken. Hey, dag, Sofita. Nou, ja, laten we het gelijk gaan uitzoeken, toch? Kan jij bij de telefoongegevens van Ron? Jongen, jongen. Ron belt wel 10 keer per dag met zijn broer Carlo. En jawel, ook hij kreeg als laatste ZAP-update binnen. Ik zal tegen Diederik gaan zeggen. Hey, jongens. Hey, ook Ron heeft de ZAP-update als laatste ontvangen. Oké, goed gevonden. Ja, dus we moeten alle zappers waarschuwen dat ze die ZAP-update niet meer gaan openen. Nee, dat lijkt me echt geen goed idee. Wat? Hoezo niet? Nou, Savita wil dat we hier geen rugbaarheid aan geven. Ze wil toch niet dat dit in de publiciteit komt? Ja, maar we moeten toch... Juist, the show must go on, zegt ze altijd. Het kan niet zo zijn dat we moeten stoppen met die hele ZAP-programmering. Dat kunnen we onze kijkers toch niet aandoen? Ja, maar... Hey, bovendien kunnen we niet verder met het onderzoek. We moeten juist nu die ZAP-update blijven volgen. Nou ja, daar zit wat in. Laten we hopen dat Ron het laatste slachtoffer is geweest. Afgesproken? Afgesproken. Oké, er komt iemand aan. We moeten ophangen. Een spoedbestelling. Dank u wel. Oh nee, de echte Ron. Hij zit vast in de tweede dimensie. Wat kunnen we doen? Kunnen vragen of ze mijn moeder even willen appen dat alles goed komt. Ja, nou, dat hangt een beetje van jou af. Want jij moet nu 3 prisma's gaan vrijspelen in die tweede dimensie. En als je dat lukt binnen 13 minuten, dan komt het helemaal goed, Ron. Klaas, ik krijg van iedereen hulp, dat weet ik zeker. Ja, dat klopt. Via zapmissie.nl kan je namelijk meespelen. En dan kan je zeg maar, de bad guys een beetje bij Ron uit de buurt houden, zodat hij die game goed kan spelen. Ja. Help die man, maak zijn week weer compleet. Ik heb ga naar zapmissie. Heeft dat nog een kleine invloed op dit spel?
Ja, als je die bril opzet, dan ga je er zeker achter komen. Zapmissie.nl, ben je er klaar voor, Ron? Ja, Klaas, ik ben er klaar voor. Gooi alles in de strijd, hè? Daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij. Ik tel af. 3, 2, 1 en de game is begonnen. Ron, teken de vormen na die je ziet om je heen en haal de eerste prisma naar je toe. Open daar, oh ja. Nou, ondertussen wordt het platform waarop je staat kleiner en kleiner. Want het platform wordt aangevallen door rondvliegende drones. Spelers thuis, jullie kunnen ervoor zorgen dat het stopt. Daarvoor moeten jullie de drones vernietigen. Als je niet snel genoeg bent, dan valt Ron en moet hij opnieuw beginnen. Waarom doet dat het niet? Oké, Ron, kijk eens om je heen. Wat zie je allemaal? Nou, ik zie kringetjes en rondjes en allemaal van die flatjes. En er zijn er heel veel ook. Oh, dit gaat allemaal nog wel goed. Ja, je ziet allemaal namen in beeld. En dat zijn de gamers thuis die je helpen. Kijk, ik heb heel veel mensen. Lama staat daar bijvoorbeeld heel goed. Fijn, gezellig allemaal. Kijk, hier, hop, weg dat ding. Daar, weg. Ja, heel goed. Ja, Daniek helpt je mee, inderdaad. Solange, AB 1, 2, 3. Nou, het is wel vrij hoog trouwens. Ja, en je platform brokkelt ook af, hè? Hou het goed in de gaten. Komt daar nou een beest aan de overkant, net toch? Nee. Oh, een beetje groot. Kijk, oh daar, ja, deze. Dat is natuurlijk allemaal eventjes wennen. Nee, dit gaat allemaal heel goed. Dit gaat heel goed. Een hele nieuwe wereld voor je, Ron. Ik snap dat het even wennen is. Nou, waarom daar ook? Hup, zeg jij. Wil jij Ron helpen? Gaat het nog goed eigenlijk? Zapmissie.nl en help Ron mee. Ja, volgens mij ga je aardig goed. Je moet wel je platform in de gaten houden. Ja. Kijk eens naar beneden. Nee, dat ga ik absoluut niet doen. Ik ben dit al meer dan genoeg. Oh, nou ja, neem van mij aan, je platform brokkelt stukje bij stukje af. Nee, doe dat niet. Vervelend. Je zou me helpen. Ik help je ook en ik hou het voor je in de gaten. Dan kan jij concentreren op het tekenen. En thuis help Ron dus mee. Hè. Hack die drones, vernietig die drones, jongens. Kom op. En zorg dat Ron deze tweede dimensie kan verlaten. Jij hebt daar thuis invloed op. Nou, je wordt al aardig geholpen thuis. Ja, toch, hè? Het gaat de goede kant op. Heel goed. Dit echt hier, de hele weg. Wacht even. Als ik dan min zie, dan betekent dat afbrok, of niet? Of wel? Ja, zeker. Okay. Ja. Ja, die minnetjes komen ook in beeld. Toch? En dat platform, jongens, hou het in de gaten. Ja, ik zie inderdaad. Dave helpt mee. Eden helpt mee. Tess. Linda Kroesen. Die was er vorige week, geloof ik, ook. Heel erg goed. Ja, die prisma komt steeds dichterbij. Brokkelt hij steeds meer af ook? Oh, wacht even hoor. Ik zou, daar, kijk eens naar beneden, zou ik zeggen. Dan zie je het. Nee, ik doe het niet. Oké. Okay. Nou, die weg, die neem weg. Van mij aan, die dat weg, blijft wel doorbrokkelen. Die weg. Gelukkig komt de prisma steeds meer. Het wordt nou ineens heel erg vol met allemaal. Ze komen steeds sneller ook. Oh, ja, moet ik het ding pakken eigenlijk? Het is zeker niet is dat makkelijk. De bedoeling? Je moet uiteindelijk de prisma zien te pakken. Ja. Nou, ik denk dat je er nog niet helemaal bij kan. Nou, dus je moet jij even wat tempo maken. Deze weg, die weg, die. Kan ik er al bij? Kan je al bij? Je kan het proberen, maar ik denk het niet. Ik er nog niet bij. Hup. Help net als Lotte, Annabel, Daphne, Sarah, help Ron allemaal mee. Ja. Ja, jij kan thuis dus helpen om Ron deze tweede dimensie te doen verlaten. Ja, kijk, heel goed gedaan. Gefeliciteerd. Je eerste prisma is binnen. Je mag een stap achteruit doen. Gamers thuis, jullie zijn heel goed bezig. Moet ik hierop gaan staan? Ja, je mag daarop gaan staan. Ja. Ik zie dat volgt Dieven 1. Eerste staat thuis. Heel erg goed gedaan. En blijf ook gewoon helpen. Ja, want ik zet om de tweede prisma te pakken, Ron. Anders zie ik je niet. Nou moet ik overlopen, geloof ik, hè? Om de tweede prisma te pakken moet je inderdaad over dit hele smalle plankje gaan lopen. Ja, wacht even. Ja. Ik zet je even beter in mijn oor. Als je ervan afvalt, dan moet je opnieuw beginnen. Dus dat moet je niet doen. Schiet wel op. Je hebt maar 40 seconden de tijd. Ja, wacht even. Dat komt wel iets aan, zeg. Ja, die draak moet je in de gaten houden, want die vreet je op anders. Ja, gamers thuis, jullie kunnen nu even kijken hoe Ron dit gaat doen. En dan heeft Ron straks jullie hulp weer hard nodig. Hij moet eerst zorgen deze prisma te pakken, zonder dat die draak in de buurt komt, hè. Dit is spannend, hè? Ik heb zo verschrikkelijke hoogtevrees. Oké, dat grote ding moet je... Pas op. Ah, hier, jammer. Je bent gepakt door de draak. Ja, nou. Oké. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Je weet nu hoe het werkt. Godverdamme. Dat geeft altijd wat rust. Oh, die draak, hè. Ja. Hij ziet er zo hongerig uit. Ja. Ja, die zoekt je voor. Dat weet je bij weg van Klaas ook. Nou, als je erbij kan, probeer hem te pakken. Kun je erbij? Ja, heel goed. Is het goed? Yes, en nu het gaat het toch om één, hè? Ja hoor, klasse gedaan. Ja, dankjewel. Stukje achteruit. Nog een stukje achteruit. En zorg dat je in de lichtstraal komt. Zit ik weer in een andere wereld nu al? Jij zit nog steeds hier bij mij in de tweede dimensie. Moet ik gaan tekenen weer? Je kan, om de derde prisma te pakken moet je gaan vliegen. Je vliegt van platform naar platform met de lichtstraal erboven.
Ja. Kijk, dit gaat goed. Vlieg tot de zesde en daar vind je zometeen de laatste prisma. Hey GameStars, jullie kunnen weer helpen. Ron heeft jullie hulp weer hard nodig. Ja. Hij heeft energie nodig om die cirkels te blijven pakken. En jullie kunnen die cirkels dus thuis helemaal volgooien met energie. Blijf thuis gewoon van helpen. Ik zie dat Ron heel goed zijn best doet. Ja, ik. Maar thuis zijn ze ook heel goed bezig. Ik ga even naar beneden, gezellig. Eens even kijken hoor. Simone, Deborah, Henk. Ik ga terug, want ik denk niet dat dit helemaal goed gaat. Dit ging niet helemaal goed, inderdaad. Oké, we gaan gewoon vliegen, dat was de bedoeling. Oké, dan gaan we. Ah, je hebt het nu eventjes, je hebt het nu even geprobeerd. Ja. Je weet een beetje hoe het werkt. Hey, wat jammer nou toch weer. Ga ik weer naar beneden? Ja, je kunt op je controle ook zien welke kant je op moet vliegen. Ja. En dan kun je ook je brandstof in de gaten houden. Ik laat me even vallen als ik het niet erg vind. Dan doe ik het wel even opnieuw. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ga ik doe nog even, waar ben ik? Dat is jouw tactiek. Ja. Ik ben er helemaal mee eens. Waar moest ik heen? Even kijken, jongens. Even kijken, waar zijn die cirkels van energie die thuis voor jou verzameld zijn? Die kant moet je op. Oké, dit gaat op zich aardig goed. Eén dikke tip van mijn kant. Die krijg je gewoon gratis of niets. De kant waarop jij toewijst met je controle, daar vlieg je naartoe. En houd hem ook ingedrukt. Dus dan val je niet zo snel naar beneden. Oké. Yes. Vind je het lastig, Ron? Nou, nee, het gaat hartstikke fijn. Het gaat hartstikke fijn. Het gaat hartstikke goed. Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Nou, nog een keer proberen. Blijf thuis ook helpen, jongens. Die cirkels van energie moeten verzameld worden. Ja, anders komt Ron helemaal nergens. Dan ga ik in. Ik sta wel op een randje, heb ik idee. Waar moet ik heen? Oké, kijk weer goed om je heen. Daar. Waar zijn die cirkels van energie? Oké, ik zie ze. Jij ook. Heel goed. Vlieg die kant op. Ja, dat is toch lastig, hè? Zo ineens moeten vliegen. Ja, maar dit gaat heel fijn. Kijk, ik. Ik ga daarheen, waar ga ik toch? Kan ik dan naar beneden? Gelukkig word je thuis goed geholpen door Joris. Dat is fijn. Wortel Konijn helpt mee. Wortel Konijn? Ja, Wortel Konijn. En Nina ook. Ik denk niet dat dit gaat. Oh, hier. Nou, probeer het nog een keer. Even kijken hoor. Na die lichtstraal. En hou de trigger ingedrukt. Dan blijf je gewoon lekker vliegen. Moet ik blijven vliegen eigenlijk? Wat is dat de bedoeling? Je kan altijd eventjes een pauze nemen op het platform. Dat zeker. Dan laat je weer even wat energie op. Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik ga terug. Kijk ook op je kompas, op je controle, welke kant je op kan vliegen. Hè? Die wijst jou ook de weg. Oh, nou. Kijk, dat zijn allemaal van die extra tips. Ik ben tips. Niet echt een hoogvlieger in dit spel, moet ik eerlijk zeggen. Daar gaan we weer. Het is ook niet makkelijk. Maar goed, we gaan het weer eens proberen. Heel gezellig. Heel goed. Inkekrazen, heel goed bezig. Waar moet ik dan nou nog heen, jongens? Zie jij die lichtstraal? Oh, daar. Daar moet je naartoe. Daar moet heel goed. Oké. Kijk, een beetje gas bij. Jezus. Waar was die lichtstraal? Daar. Ja, het is belangrijk dat je in één keer goed landt, anders is je energie zo weer op. Ja, en dan wordt het een hele moeilijke opgave. Eventjes bijkomen, even weer goed om je heen kijken. Waar moet je naartoe? Waar moet ik naartoe? Oh, daar. Ja, heel goed. Door die cirkels heen en dan pak je pas de echte energie en krijg je ook de punten. Hier 200 punten erbij, heel goed gedaan. Oei, net mis. Oh, maar kijk eens even. Ja, zo makkelijk is dat vliegen nog niet, jongens. Het lijkt allemaal zo simpel. En weer door een cirkel op naar dat platform. Manuel, ik zie dat jij heel goed bezig bent geweest met deze cirkel. Sofietje, heel goed. 200 punten voor de ronde bij, dankzij jou. Maar kijk, 200 punten? Ja, nou ja, goed. Elke keer dat jij door die cirkel vliegt, krijg je 200 punten. En je hebt wel aardig wat cirkels gehad natuurlijk. Ja, toch. En we gaan weer door. Heel goed. Je hebt nog 4 minuten de tijd om uit deze tweede dimensie te komen. Hoeveel punten moet ik eigenlijk hebben? Punten maakt niet uit. Je moet zorgen dat je het haalt. En uiteindelijk gaan we dan weer kijken. En wanneer naar heb ik het gehaald dan? Ja, dat als je alle 3 de prisma's gepakt hebt natuurlijk. En je hebt er nog maar 2. Heb ik er nog maar 2? Je hebt er nog maar 2. Ik moet 3 prisma's hebben. Uiteindelijk wel, maar focus jij me even op het vliegen. Dan hou ik de rest gewoon voor je in de gaten. Ja, dan moet je wel zien. Dan ga je even naar het witte licht. Ja, je moet altijd naar het witte licht vliegen. Marco Bozzato. Zo, eventjes die pauze. Even kijken, waar zie je die cirkels? Heel goed. Chelsea heeft geholpen, zie ik. Klasse, goed bezig. SB, lekker bezig. Tira. Volgens mij was Tira de vorige week ook en Mike ook.
Kijk, iedereen helpt je mee eronder. Aan de gamers thuis zal het niet liggen. Nee, het ligt aan mij. Probeer die landing goed te maken. Heel erg goed. Kijk, klasse gedaan. Je hebt ook de blauwe prisma. Het heeft even geduurd. Hey, het is je gelukt, hè? Zo simpel is het ook weer. Hey, kijk eens even om je heen. Wat zie je? Je kan hier de prisma's die je verzameld hebt, kun je neerleggen. Je bent er bijna, maar nog niet helemaal. Nu moet je de draak nog zien te verslaan. Ja, schiet op de draak totdat hij helemaal rood is. Ja, daar heb je nog iets meer dan 2,5 minuut voor. En als dat je lukt, dan kun je de tweede dimensie verlaten. Hey, Gamers Thuis, hack de drones en dan kun je Ron helpen om de draak te verslaan. Dus blijf thuis ook hacken. Nu is het moment dat je mee moet doen. En is het heel spannend, want ja, 2,5 minuut is niet veel. En ja, je moet het wel zien te verslaan natuurlijk. Heb je een tactiek, Ron? Ik hoop dat heel veel mensen mij gaan helpen, want het is wel een beetje lastig dit. Ja, ik zie in ieder geval dat Noor goed bezig is. Nathalie, Jooske, maar die zie jij ook allemaal in beeld. Heel goed, blijf thuis Ron helpen. Ik word alleen met de draak schieten. Je moet die draak hebben. Schiet. Wanneer is hij eigenlijk niet meer van deze wereld? Je moet zorgen dat hij helemaal rood is. Oh. En dan zie je vanzelf of het goed of niet zo goed met de draak gaat. Blijf vooral goed richten en geconcentreerd schieten uit de draak. Maar ik heb toch hulp, denk ik aan? Je krijgt onwijs veel hulp. Ik zie die drones voor je. Oh, die doen dat ook, ja. Goed. Die worden thuis voor jou gehackt. Oh, pas op. De draak komt in de buurt. Dat ging allemaal maar net goed. Schiet op de blauwe vlak, hè? Ja. Goed richten. Kijk, heel goed. Klasse. Blijf die blauwe vlakken raken. Dat is de bedoeling. Hallo, Ron. Hier aarde. Wat een jongens helpen. Ja, je moet hem helpen. Zijn jullie nog aan het gamen, jongens? Want Ron, die krijgen we blijkbaar geen contact mee. Dus even kijken. Hoe gaat het hier? Heb je al een beetje gasten neer kunnen knallen? Ja, ik heb er heel veel neer kunnen halen. Dus jij hebt Ron gewoon geholpen? Namens Ron, alvast bedankt. Hij heeft nog 1 minuut. Ik zie wel dat hij 3 van die prisma's heeft, dus dat is een goed teken. Dus, wat zeg je nou? Ja, dan kom je nou pas achter. Oh, hij is al bijna afgelopen. Timing. Ron, kan je me horen? Ja, ik kan je horen, Klaas, hoor. Oh, jongen, je gaat volgens mij hartstikke goed, hè? Ja, toch, hè? Ja, je bent voor de punten aan het spelen. Hou die gameconsoles in beeld. Dan kunnen we even kijken hoeveel punten je hebt. Hier, oh man, bijna 10.000 punten. Nou, doorschieten. Je hebt nog 30 seconden. Staatsloterij, maar. Ja, zo mooi is het nou ook weer niet. Maar hij is wel lekker aan het gamen. Oh, dit gaat wel de goede kant op. Nog een 20 seconden, 22 seconden. Ron, hoe ging het? Heb je die draak makkelijk kunnen verslaan? Nou, dat is lastig. Hij vliegt nog steeds, Klaas. Dus ik ben er nog niet. Ik doe wel ontzettend mijn best, moet je zeggen. Maar ik krijg gelukkig heel veel hulp. Oh, je bent er bijna, jongen. 5, 4, 3, 2, 1 en Ron Bossa. Ja hoor. Komt hij uit de tweede dimensie? Ja, volgens mij wel. Ja hoor, applaus voor Ron, ja! Je hebt het gehaald. Je bent ontsnapt uit de tweede dimensie. Helemaal top, Ron. Ik zie je zo meteen hier, man. We hebben je gewoon keibevrijd. Jouw week sluit gewoon goed af. Ja, thuis. Goed bezig. Dat dacht ik, goed. Bedankt voor jullie hulp. Ja, zonder jullie was hij er natuurlijk nooit uitgekomen. Hij is nu onderweg naar Sepp Live. Laten wij eens even kijken naar de scores die behaald zijn thuis. Want echt onwijs veel mensen hebben weer meegegamed. Heel erg goed. Volgende week kan het natuurlijk gewoon weer. Eens even kijken. Op de derde plek is Ante Harm met 719 punten geëindigd. Op de tweede plek Bo 2018 met 761 en volg Dieven 1 op YouTube. Dat is de naam, hè. 795 punten gescoord. En daarmee ben je eerste van deze week. Heel erg goed gedaan, zeg. Ik echt onwijs veel gamers die hebben meegespeeld. En ja, zoals ik al zei, volgende week is er gewoon weer een nieuwe kans. Dus heb je nog niet meegespeeld, maar wel gekeken vandaag. Ja, volgende week kun je dus ook gewoon via zapmissie.nl meespelen met de game. En kun je dus gewoon invloed uitoefenen op de gamer. Heel erg goed. Nou, dat hebben heel veel andere mensen wel gedaan. Ik ben benieuwd of jullie er volgende week weer zo goed gaan doen. We gaan nu naar Sepp Live om te kijken of Ron terugkomt. Ron! Daar is hij, Ron Bossa!
Welkom, welkom. Nou, nou zeg. Hè? Vond ik heel leuk. Ja? Vond het heel leuk om te doen. Ja. Niet meer, maar ik vond het wel leuk. Ik heb verschrikkelijk hoogtevrees. Nou, ik zag jou lopen op dat randje. Toen zag ik... Ja, maar het is heel goed, hè? Ja, maar ook eng wel. Ja, maar wel goed. Ja. Oh, jij, jij vond het goed, hè? Ja, en ook jij eng. Jij bent onder de indruk van mij, ja, hè? Jij denkt dat die Ron kan alles, hè? Ja. Dat denk jij. Ja, ja dat denk ik. Goed. Gewoon lekker op de bank zitten. Nou, nee, ik moest naar huis. Nou, hier, ik was eventjes... En dan ga even lekker zitten, zeg. Even gezellig. Neem even een bakje koffie. Oh, Annemar is ook... Ja, ja. Nee, ga even zitten, man. Doe niet zo raar. Nee, zo bedoel ik het helemaal niet, maar dat doe ik wel. Nee. Hallo, Annemar. Nou, hallo, daar. Hallo. Hoi. 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 Ga even zitten en Annemar...